Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 9 februari 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. Aan het eind van de uitzending meteen na de morse is er ook weer een stukje data te horen. Wat dat is, laat je verrassen door de automatische instelling van FLDigi. Na de data is er ook weer een SSTV plaatje in BW8. Veel nieuws vandaag. Je moet als journalist eigenlijk je mening niet bij artikelen geven, maar soms doe ik dat lekker toch, zoals nu. Wat jammer dat de Arnhemse AM-ronde ermee stopt. Nou ja, ze stoppen niet helemaal, want uit de koker van dezelfde mensen komt nu een SSB-ronde. De AM-ronde op woensdagavond op 144.575 heeft 3 jaar lang bestaan. In totaal zijn er 57 rondes gehouden en op 10 februari is dat dus voor de laatste keer. De nieuwe ronde begint op 24 februari in SSB op 144.345 MHz. Beide rondes waren ook op de livestream van de site PA2OLD te beluisteren. Niet helemaal duidelijk wordt wat uiteindelijk de reden is dat men in SSB doorgaat. Is de al te verstaanbare inspraak op versterkers van de buren misschien de reden? Of de slechte werking onder default-instellingen van sommige apparaten als de FT991 bijvoorbeeld? Of willen de oude mannen achter de ronde zich in hun derde jeugd een jonger imago aanmeten door een veel modernere modulatiesoort te gaan gebruiken? Misschien verschaft Ben PA2OLD hier ons nog eens een klein beetje meer helderheid over. De WebSDR is waarschijnlijk een Nederlandse vinding. In meerdere landen zijn echter vergelijkbare initiatieven inmiddels, zoals dat van de DARC waar we eerder al over berichten. Een erg mooie implementatie van een dergelijke ontvanger komt uit Nieuw-Zeeland, de KiwiSDR. Neem zelf een kijkje op de URL kiwisdr.jks.com, dubbele punt 8073. Dus nogmaals, KiwiSDR aan elkaar vast, dan een punt, dan jks.com. Dubbele punt 8073. De meest gebruikte videospeler voor de PC, de Open Source Videospeler VLC, bestaat inmiddels 15 jaar. Open Source Videospeler maakt al 1,5 decennium gebruikers gelukkig, zo schrijft webwereld.nl. De Videoland client is inmiddels beschikbaar op talloze platforms, waaronder Windows, Mac, GNU Linux, iOS, Windows RT, Android, Apple TV, Solaris, BSD, OS 2, Tizen en Chrome OS en kan bijna elke beschikbare codec afspelen. Nou, ik heb er wel eens eentje gevonden waarmee het niet ging. Deze lichtgewicht videospeler kan tegenwoordig veel meer dan alleen video afspelen, zo schrijft Donovan Kersenberg op Webwereld. Dankzij het gebruik van plugins kunnen verschillende outputfilters worden gebruikt. Ook kan de applicatie gebruikt worden voor het transcoderen van verschillende video- en audioformaten en kunnen deze niet alleen lokaal worden afgespeeld, maar ook worden gestreamd over een netwerk. De videospeler is eigenlijk veel ouder dan de net genoemde 15 jaar. In 1996 begonnen enkele studenten aan de École Centrale de Paris in Frankrijk te werken aan een oplossing om video af te kunnen spelen via het campusnetwerk. Er werden 2 programma's ontwikkeld, de Videolan Server en de Videolan Client. Eerder had het project de naam Network 2000. Het project is in 1998 helemaal opnieuw herschreven en de eerste commit werd in 1999 doorgevoerd door Michel Kempf. Nadat de studenten toestemming kregen van de school het project te mogen gebruiken buiten de campus, werd de source vrijgegeven onder GPL-licentie in februari 2001 was dat. Inmiddels wordt er aan het project gewerkt door 700 contributors. Het project heeft meer dan 70.000 commits en de applicatie is al minstens 2 miljard keer gedownload. Op het moment wordt hard gewerkt aan een versie 3.0. Deze versie zal de desktop en mobiele versie van de lichtgewicht mediaspeler dichter bij elkaar brengen. Nog meer gebruik maken van GPU-decoding en ondersteuning hebben voor Chromecast. Volgt nu een deel van een interview dat Wim Zonderland van Den Haag FM afgelopen zondag had met PNL Sierra Hotel Yankee over de PACC-contest die komend weekend plaatsvindt. Je luistert naar Mediamix en we hebben het over het radiozendamateurisme, want volgend weekend is er een wedstrijd, de PACC-contest. Daarnet hoorde je Sjoerd in de uitzending, PNL SHI, dat zijn zijn amateurroepnaamletters. En hij is nog steeds aan de telefoon. Sjoerd, we gaan even verder met het gesprek. Algemeen weten we het een en ander over het radiozendamateurisme. We gaan nu even naar de radiowedstrijden, want volgend weekend, zei ik al, is er een wedstrijd, een contest. Wat is precies een contest? Een contest is een radiowedstrijd met de bedoeling om in een bepaalde tijd en op bepaalde frequenties zoveel mogelijk verbindingen te maken met zoveel mogelijk verschillende landen.
En waarom doet men... Daar komt het in het kort een beetje op neer. Waarom doet men een contest? Waarom is dat georganiseerd? Waarom is dat georganiseerd? Omdat mensen dat leuk vinden om te doen. Er komt een heleboel bij kijken om zoiets op te tuigen. En het is een mooie gelegenheid om je landenscore bij te houden of te verhogen. En kan je er iets mee winnen? Ja hoor, wat kun je ermee winnen? Je krijgt een beker als je de eerste plaats haalt. Of je krijgt een vaantje of een certificaat. Geen dure auto of zo? Nee hoor, dat is... Nee, maar het gaat gewoon om de eer tegenover de andere zendamateurs en certificaten en zo. Die kan je ermee winnen? Die kun je ermee winnen en het is best wel moeilijk, zeker als je in de hoogste regionen meedoet om te winnen. Dan moet je heel wat uit de kast trekken om je station te optimaliseren voor de verschillende banden. Ja, want je gaat dan heel veel verbindingen maken in een hele korte tijd. Kan je heel kort even uitleggen, wat is nou precies een verbinding maken? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, tijdens zo'n wedstrijd wil je natuurlijk... Een wedstrijd duurt over het algemeen 24 of 48 uur, continu. En in die periode wil je natuurlijk zoveel mogelijk verbindingen maken. Dus het is essentieel om de tijd dat de verbinding duurt zo kort mogelijk te houden. En in feite wordt eigenlijk tijdens de verbinding alleen een sterkterapport uitgewisseld plus een volgnummer. En voor de PACC-contest, dat is dan de Nederlandse contest die één keer per jaar wordt georganiseerd, zijn dat provincieafkortingen. Ja, dus ZH, Zuid-Holland, NH, Noord-Holland. NB, Noord-Brabant enzovoort. Ja. Nou zeg jij, de contest is een Nederlandse contest komend weekend, de PACC. Zijn er elk weekend wedstrijden, contesten? Nagenoeg elk weekend zijn er wedstrijden. Ik heb vandaag nog even gekeken en dit weekend waren er 3 of 4 verschillende contesten. Ja, en dan moet je dus naar een bepaald land proberen de mensen in dat land verbinding mee te maken. Ja. En bijvoorbeeld er was dit weekend de Black Sea Contest. Die wordt dan georganiseerd door de landen rondom de Zwarte Zee. Ja. En dan is het de bedoeling om zoveel mogelijk van die stations te werken. Als je dan je log instuurt, dus je aantal verbindingen opstuurt naar de organisatie, dan kom je in ieder geval in de deelnemerslijst te staan. En misschien win je wel. Doe jij zelf ook mee trouwens met de PSCC volgende week? Ja, het is de bedoeling dat ik in de afdeling Den Bosch, waar ik al mijn hele radioleven lid van ben, om daar weer opnieuw te beginnen met de contest. We hebben dat in het verleden, hebben daar heel veel met de PACC-contest meegedaan. Uiteindelijk hadden we gebrek aan operators, zoals dat heet, en zijn we ermee gestopt. Maar er is weer een nieuw clubje opgestaan die clubstation van de afdeling Den Bosch, PI4 SHB, weer wil gaan activeren en dan met name in deze komende PACC-contest. Ik heb nog een anekdote. Oké. Komt een zendamateur bij de dokter. Zegt hij, mijn buurman heeft de laatste tijd zo'n hoofdpijn. En hij zegt dat ze van mijn zender komt. Zegt de dokter, daar weet ik wel wat op. Hier is een stuk aluminiumfolie. Vouw daar een grote hoed van en zet die de hele week op en zorg dat je buurman dat goed te zien krijgt. Kom daarna over een week bij mij terug. Dus die man komt na een week terug bij de dokter, zegt hij, nou mijn buurman heeft nog steeds hoofdpijn. En hij zegt dat het totaal onlogisch is dat hij hoofdpijn heeft en dat ik dan met een belachelijke hoed oploop. Waarop die dokter die zegt, houd die hoed nog een paar dagen op. En als de buurman dan opnieuw zegt dat het onlogisch is van die hoed, zeg hem dan dat net zo onlogisch is als dat hij hoofdpijn van uw zender zou krijgen.